Dus goedemiddag bij de webinar Inclusief Leren. Er waren ook een aantal vragen binnengekomen de voorbije tijd. Dus die zullen we ook zeker wel een antwoord op gaan geven. We gaan eens kijken met welke huisregels gaan we rekening houden bij deze webinar. Dus ja, we gaan proberen zo interactief mogelijk de webinar op te bouwen. Dus stel je vragen gerust via de chatbox. We houden daar een oogje op, zodanig dat je daar ook een antwoord mag verwachten. Op het einde kan het ook eventueel via de microfoon. Nu, ik zie dat heel veel mensen alleen luisteren hebben gekozen bij het binnenkomen van de ruimte. Mocht het nodig zijn, kan je onderaan mijn presentatie het ook wisselen. En kan je kiezen om toch deel te nemen met microfoon. Dus dat is nog altijd een optie dat je kan doen. Als je microfoon gebruikt, mute dan je microfoon terwijl we de presentatie verzorgen. En we nodigen dus jullie van harte uit om via de chat tijdens de presentatie al jouw gedachten of vragen door te geven. De webinar wordt opgenomen en zal dus gepubliceerd worden op Klassement, vermoedelijk in de loop van volgende week. Wat wij heel dikwijls horen in Vlaanderen, is dat bij Inclusief Leren een ondersteuningsteam eigenlijk ja, al de vragen, al de antwoorden zal moeten beantwoorden. Of er wordt toch wel in die richting altijd gekeken. Nu, dus de eerste vraag. Ik ga jullie direct laten kiezen tussen A, B, C, D en E. En als een student met een gebroken pols de muis niet kan bewegen van zijn laptop of computer, en die kan enkel pagina's op het platform, op SmartSchool of Moodle of welk platform je ook gebruikt, alleen maar kan vinden die geopend kunnen worden met een muisklik. Wie van jullie team zou dat kunnen veranderen? En ik ga jullie een peiling laten invullen. Dus de peiling zal zo dadelijk verschijnen op het scherm. Klein momentje. En dan kan je gaan kiezen. Ik zal ook mijn scherm terug heel even delen met de mogelijke antwoorden. Dus A, persoon verantwoordelijk voor de aanbesteding van het online leerplatform wordt dan bedoeld. B, het ondersteuningsteam. C, de IT of het e-learning team. In volwassen onderwijs hebben ze meestal een e-learning team. D, leidinggevende. En E, leraren. Ik geef jullie nog heel even tijd om te stemmen. Ik zie dat er ondertussen 10 mensen hebben gestemd, 11 mensen, dus het is een beetje wachten tot iedereen heeft gestemd. En ik merk dat de meeste van jullie zeggen de leraren. Ja? Ik ga hier even het invullen. Of wat de leraren. Dat is eigenlijk niet zo waarschijnlijk, want de leraar op zich die heeft weinig te maken met de keuze die opgezet wordt door het IT-team of door de mensen die gekozen hebben op het leerplatform. Hè. Ik begrijp uiteraard dat jullie zeggen de leraar, omdat die gekozen hebben om enkel de pagina's online te zetten. Maar dat zijn meestal voorgeprogrammeerde schablonen wat er kan online gezet worden in die omgeving. En dat bepaalt het IT-team. Dus in dit geval, bij de keuze van het online platform en de mogelijkheden die daar zijn, hebben toch wel de IT-mensen meer in de pap te brokken dan eigenlijk de leraren. Ik heb nog een tweede vraag en ik ga dezelfde poll gebruiken. Een student die probeert via een tekst naar spraaksoftware een online handout te lezen. Dus een PowerPoint bijvoorbeeld die als handout is opgeladen. Maar de afbeelding of de handout is slecht ingescand en werkt niet. Wie zou daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn? Ook weer een keuze A, B, C, D, E. Dus A is het ondersteuningsteam, IT-team is B, C de leraar, D de opleidingscoördinator of E het marketingteam. Dan ben ik altijd heel benieuwd wat jullie van keuzes maken. We gaan nog heel even wachten tot iedereen gestemd heeft. Ik zie dat de meeste van jullie ook zeggen daar de leraren. Ja, dus ik ga de peiling stoppen. Dus ik kies samen met jullie ook voor de leraren. En inderdaad, de leerkracht die heeft eigenlijk een ontoegankelijke bron op de leeromgeving geplaatst die niet gebruikt kan worden door ondersteunende technologieën zoals de technologieën tekst naar spraaksoftware. Ja, we komen straks nog andere softwarepakketten tegen. Ik heb nog een derde vraag meegebracht voor jullie.
En de derde vraag is dus: een student die worstelt met het gebruik van online bronnen, die heeft het moeilijk met het lettertype van de bron. Het is een kleine bron die het kleine lettertype in de bron gebruikt. Ook het contrast is slecht. Het is niet mogelijk om daar iets aan te veranderen. Het is wat het is. Wie zou dat wel kunnen veranderen? Ook weer A voor het ondersteuningsteam, B voor het IT-team, C de leraar, opleidingscoördinator en marketingteam. Erika, zie ik dat in de chatbox ook zegt, we hebben geen marketingteam. Dat kan zijn. Dat hangt een beetje van school tot school af, dat er wel of niet is in de school aanwezig. Ondertussen ga ik ook de peiling terug, dat jullie al kunnen stemmen, tussen A, B, C, D en E. En dan zie ik dat ook weer de meeste stemmen binnen zijn. We gaan nog heel even wachten. Ik mis nog een drietal stemmen. En dan gaat het een beetje gelijk op, in dit geval. Maar toch wint op dit moment het IT-team. We gaan kijken, hè, dat het IT-team daar iets kan aan doen. Het is vermoedelijk dat zij inderdaad verantwoordelijk zijn voor het vergrendelen van het systeem, hè, zodat kleuren en lettertypes niet kunnen gewijzigd worden. Dus zij kunnen daar inderdaad ook wel, afhankelijk van het platform dat je gebruikt, rekening mee houden dat het toegankelijk is en dat mensen die moeite hebben met bepaalde erg kleine lettertypes of contrasten, dat kan aangepast worden. Er is eigenlijk een dubbele rol hier, want ook de leraar kan er ook voor zorgen dat het lettertype van hetgeen wat hij of zij online zet ook wel voldoende groot is. Zeker als ze weten dat er een student of studenten bij zijn die moeite hebben met kleine letters. Dan tot slot nog een laatste. De systemen, dus de platformen die gebruikt worden in de school of centra, zijn uitstekend toegankelijk. Een student wil niet het stempeltje krijgen van ik ben een student met beperking, maar een student weet niet welke systemen er allemaal zijn om hem te kunnen ondersteunen en faalt daardoor. Wie zou dat kunnen veranderen? Ook weer A, B, C, D, E. A voor ondersteuningsteam, B voor het IT-team, voor de leraar, voor het marketingteam en voor het e-learning team. En nu ben ik eigenlijk al eens heel benieuwd. En dan zie ik ondertussen één stem binnenkomen. Dus ik ga nog heel eventjes wachten tot iedereen heeft kunnen stemmen. Een aantal mensen die niet kunnen stemmen, zie ik in de chatbox. Geen probleem. Dan ga ik wat er wel gestemd was. De meesten hadden, die kunnen stemmen, hadden ondersteuningsteam aangeduid. Als er een ondersteuningsteam is, en in Vlaanderen hebben we dat in de meeste scholen ondertussen aanwezig, in de secundaire scholen bedoel ik dan. En het is inderdaad zo dat zij verantwoordelijk zijn voor het verspreiden of het verstrekken, dat de studenten weten welke mogelijkheden er allemaal zijn van ondersteuning, van tools en zo verder. Ja. Dus dat was een kleine opwarmer. Als we dan gaan kijken naar het perspectief van een student, heel veel mensen, niet alleen studenten, hebben wel een bepaalde voorkeur waarop dat ze kunnen gaan leren. Sommigen leren liever van een video, anderen zeggen van geef me maar een handleiding, nog anderen luisteren naar een podcast of volgen een webinar of wat dan ook. Dus heel veel mensen hebben verschillende voorkeuren. Best is ook als je dus lesmaterialen gaat maken, dat je probeert toch wel wat rekening daarmee te houden. En we gaan vandaag daar uiteraard ook tips en tools voor aanreiken om dat in de toekomst goed te kunnen doen. En dat je ook weet van, ik kan beter mijn materiaal op die en die en die manier gaan aanpassen of gaan maken. Als we gaan kijken naar de groep mensen die blind zijn of slechtziend zijn, die vinden meestal audio een goed middel om te leren. Hè. Maar ze hebben ook heel veel nood aan toegankelijke tekstdocumenten. En wat is nu een toegankelijke tekstdocument? Dat is dat daar een navigatie in zit. Dat je daar een kopstructuur hebt en dat je een titeltje kan aanduiden en direct springt naar een bepaalde titel. Hè. Ook dat het kan omgezet worden naar tekst, naar spraak, is ook voor hen een heel belangrijk iets.
dat het mogelijk maakt om goed te of beter te leren. Ja. Video met sterk inhoudelijke verhalen, sterke inhoud, kan effectief zijn, maar een video die heel visueel is, natuurlijk niet. Het is heel ondergeschikt. Ook interactieve zaken, zoals slepen en drag en drop, zijn heel moeilijk. Of ze moeten heel groot kunnen gezet worden. Hè? Dus daar hou je ook best rekening mee. Dus voor blinden en slechtzienden gebruik je best audio of zeer toegankelijke tekstdocumenten. Nu, ik kom daar straks op die toegankelijkheid van de tekstdocumenten nog uitgebreider terug. We hebben ook geprobeerd om dat in een afbeelding bij te stoppen. Hè? Dus audio is het meest effectieve. Daarna toegankelijke tekst, video, als je echt wel focus houdt op een verhalende inhoud. En het minste effectieve, de afbeeldingen en de... Dan gaan we naar de doven en de slechthorenden. Wat kunnen we daar het beste rekening mee houden? Daar is tekst... Greet, jij hoort mij niet meer? Of nu terug? Zie ik in de chat... Dus doven en slechthorenden, tekst is daar niet de beste optie om te gebruiken. We kunnen daar beter naar afbeeldingen gaan, naar interactiviteit gaan, naar video, die kan ook werken bij hen. Maar verwacht niet als je een video geeft dat de mensen gaan liplezen, want dat gaat niet. Dus vandaar dat je voor hen beter gaat naar interactieve mogelijkheden en het werken met afbeeldingen. Mensen met dyslexie, daar kan tekst een echte struikelblok voor zijn. Maar ook daar, als je tekst toegankelijk maakt, en zo dadelijk ga ik dieper in op dat toegankelijk maken van tekst, dan kan dat heel wat struikelblokken verminderen voor deze mensen. Waarop ze eigenlijk heel snel de belangrijke informatie kunnen uit een tekst halen en dat zij die kunnen absorberen in plaats van het visueel te kunnen doen. Dus je merkt ook dat voor mensen met dyslexie, dat je als je geen teksten maakt met een goede kopstructuur, dat ze kunnen switchen van het ene naar het andere item, dat zij daar problemen mee hebben. Dat voor hem veel beter werkt als je met afbeeldingen ondersteuning geeft, met audio, met video en met interactieve mogelijkheden. Dus het een en-en verhaal zal worden. Mensen met leermoeilijkheden, welke materialen zijn daar geschikt voor? Daar zie je ook dat je best werkt met een combinatie van afbeeldingen met audio, video en interactieve oefeningen. Hè. En dat je bij hen ook een gamification, een soort van spel en eenvoudige interactieve oefeningen, dat hen dat boeit en dat zij ook meer met de inhouden bezig zijn. Ja. Tegenover dat louter tekstlezen is op een scherm of dergelijke meer, als er dat interactief en er zit voldoende spelelement in, gaat voor hen ook de aandacht er veel meer bij blijven dan dat het iets status weergegeven wordt. Als we dan alles bij elkaar brengen in de onderste afbeelding, dan zie je dat je in het rood de tekst, dat de typische is wat dat meestal wordt gebruikt, maar dat we dus onze bronnen, wat dat we gaan meegeven aan leerlingen en studenten, dat we dat toch beter spreiden over verschillende zaken, in plaats van enkel textueel te gaan werken. Als we dan gaan kijken naar het pedagogische inclusie, ik vermeld hier een studie die gebeurd is in 2010. Ik ga er niet te veel op ingaan. Je krijgt dit, deze presentatie, je kan erop klikken en de hele studie, het is wel een Engelstalige studie, gaan nalezen. Ik ga direct door naar de media. Zoals we daarnet hebben gezien, specifiek voor elke doelgroep, dat je dus werkt met teksten, met afbeeldingen, met interactiviteit, is het ook belangrijk dat je dat in de leeromgeving ook een plaats geeft. En dat je, zoals we hier in de foto onderaan zien, een linkje verwerkt, een pdf verwerkt en dan een interactieve oefening verwerkt. En ook daar, in de mate van het mogelijke, werkt met icoontjes. Zodanig dat mensen ook direct weten, ik moet hier gaan lezen bij het tweede, of derde liever, het boekje, betekent ik moet hier iets gaan lezen. Dat je dat ook meegeeft, dat je er ook mee ondersteuning geeft. Maar uiteraard moet dan de leeromgeving dit ook wel ondersteunen en mogelijk maken.
Ondersteunen cognitief is ook een belangrijke, kan ook helpen voor heel wat mensen. En dat kan bijvoorbeeld zijn door het gebruik van een mindmap. Er zijn heel veel tools om mindmaps te maken. Denk bijvoorbeeld aan Mindmaster, Kaggle en zo verder. Waarbij dat jij als leerkracht het kan aanreiken als ondersteuning bij het leren. Je kan ook bij sommige doelgroepen vragen om het zelf aan te maken, dat zij het in handen nemen om mindmaps te maken, om die cognitieve ondersteuning toch wel aan te bieden. Ik ga, want ik zie dat ondertussen, anders ga ik iets te krap in tijd geraken. Nu, ja, technologische voordelen. Het biedt twee grote voordelen. Als studenten bewust zijn van ingebouwde en vrij beschikbare opties, dan kunnen ze onafhankelijker zijn en productiever zijn. En ook een bijzonder ander voordeel is voor de leraar, als die zich bewust is van wat de voordelen van digitale middelen zijn en zij kunnen die ook inzetten op de juiste manieren, kunnen zij barrières minimaliseren. Ja? En we gaan daar ook zo dadelijk op ingaan op hoe kan je nu die barrières gaan minimaliseren als leerkracht. Hoe kun je dat nu gaan volledig doen? Goed. Dan gaan we nu heel eventjes werken met de duimpjes, die zitten als je op je naam klikt, statussymbool. Bekijk en als je denkt van ja, deze functie is aanwezig, dan zet je je duimpje omhoog. En zeg je van deze functie is niet aanwezig, dan zet je je duimpje naar beneden. Dus bekijk een interactieve lijst van alle kop- en onderverdelingen in een PDF-document. Denk je dat dat kan? Dus ik bedoel de titel kop 1, kop 2, kop 3. Ik bedoel hem met koponderverdelingen. Denk je dat het kan dat een student dat kan aanzetten en in een document, in een PDF-document, kan springen van titeltje naar titeltje? Als je denkt dat dat kan, dan steek je duimpje omhoog. Dus op je naam klikken, statussymbool en duimpje omhoog als je denkt dat dat kan. Als je denkt dat dat niet kan, duimpje naar beneden. En dan zie ik heel veel duimpjes omhoog. Ik zie ook een paar duimpjes naar beneden. Ik zie nog een aantal mensen die nog niet gestemd hebben. Dus als je nog niet hebt gestemd, klik even op je naam, statussymbool. Denk je dat dit kan? Duimpje omhoog. Denk je dat het niet kan? Duimpje naar beneden. En het is ongeveer op dit moment 50-50, denk ik, met de duimpjes. Ja, de duimpjes omhoog winnen toch? En het is inderdaad ingebouwd. Dus van het moment dat jij koppen gebruikt, uiteraard in je bronbestand, in je Word, in je tekstverwerking, en je maakt daar een PDF van, dan gaan die mee en zijn die beschikbaar in de PDF. Een tweede vraag. Ik ga even de symbooltjes wissen. Maak een Word-document. Maak van een Word-document een mindmap. Als je denkt dat dat automatisch kan, dan zet je duimpje omhoog. Als je zegt, ja, Word heeft die functionaliteit niet, duimpje naar beneden. En nu zijn de duimpjes bijna allemaal naar beneden. Ik zie ook lachende gezichtjes. Ik weet niet wat ik daar moet bij voorstellen. Maar het is inderdaad niet mogelijk om van Word-documenten naar automatische mindmaps te gaan. Het zou wel een hele goede functie zijn, moest het ooit mogelijk worden. Maar het kan niet. Ik ga weer de symbooltjes wissen. En we gaan naar de volgende. De volgende kaart, maak direct een PDF-bestand aan met je stem. Denk je dat dat kan? Duimpje omhoog. Denk je dat het niet kan? Duimpje naar beneden. Ik zie een beetje de mix van duimpjes verschijnen. Ik ga jullie niet langer in spanning houden. Het kan helaas niet. Hè. Je kan niet in Word zeggen, maak een PDF, en dat er dan een PDF gemaakt wordt. Helaas, niet mogelijk. De volgende. Gaan we ook weer de symbooltjes even weghalen. Type
met je stem in een Google-document. En nu ben ik eens benieuwd of dat we kunnen uithalen of dat er mensen zijn die Google gebruiken of niet. Dus als je denkt dat het kan, duimpje omhoog. Als het niet kan, duimpje naar beneden. Ja, ik denk dat we allemaal Google-gebruikers hebben, want de meeste duimpjes gaan omhoog. Het kan inderdaad. Je kan in een Google-document de functionaliteit aanzetten en wat je zegt wordt gewoon getypt. Je zal wel merken dat Google soms woorden typt die je helemaal niet gezegd hebt, maar zich corrigeert van het moment dat je je tekst verder opbouwt. Maar het kan en het werkt ook voor het Nederlands vrij goed. Oké. De volgende. Laat je mobiele telefoon, je smartphone, documenten luid op voorlezen. Als dat kan, pijltje of duimpje liever omhoog. Kan dat niet, duimpje naar beneden. Ik zie duimpjes naar omhoog, maar ik zie ook even goed duimpjes naar beneden gaan. Het kan inderdaad. Je kan op je smartphone een document luidop laten voorlezen. Nu, we hebben ook een webinar, misschien al meegeven ondertussen, ondersteunen van lezen. Dan gaan we daar veel dieper op ingaan, wat de mogelijkheden zijn, welke tools dat je kan gebruiken, zowel op smartphones als op computer. Dus ik ga er nu niet te diep op ingaan, maar daar komt een aparte webinar over. En aan de laatste, gaan we hier nog de duimpjes even weghalen. De laatste, laat Word-documenten hardop voorlezen. Als je denkt dat het kan, duimpje omhoog. Kan het niet volgens jou, duimpje naar beneden. Ik ga nog even wachten, want ik zie dat er nog heel wat mensen niet... Ja, ze zijn aan het binnenkomen. Ook daar is het een beetje 50-50. En het kan wel. Dus je kan in Word, althans vanaf versie 2016, kan je hardop laten voorlezen. Je moet dat wel, en dat gaan we zo dadelijk laten zien, moet je dat wel ook aanzetten. Het is niet automatisch dat het gebeurt. Hè. Je moet de functionaliteit openzetten in je Word en dan kan het wel. Oké. Ik ga jullie heel eventjes een YouTube-filmpje laten zien waarin het Alistair McNow uitlegt hoe dat je... ik ga het misschien helemaal laten afspelen, we gaan kijken, kwestie tijd. Hij legt uit hoe dat je... het is wel in het Engels, maar ik zal de Nederlandse ondertiteling opzetten. Hoe dat je met Google de text-to-speech plugin kan gebruiken. En hij legt ook uit hoe dat je... in Word een aantal dingen kunt doen. Dus ik ga het filmpje starten. Ik krijg via de chat door dat er geen geluid is. Geen probleem. Dan ga ik het anders doen. Dan ga ik het filmpje op een andere manier doorgeven. Dan gaat dat wel met geluid zijn. Nu zou het wel met geluid moeten zijn. Klopt dat? Kan iemand dat even in de chat aangeven dat je geluid... Ja, kan je.
misschien even de Nederlandse vertaling meegeven. Ik kan op dit moment niet de Nederlandse ondertitels, maar het filmpje zit ook in de presentatie. Dus voor de mensen die een Nederlandstalige Word hebben, is dat de beeld en dan navigatie. Dus bovenaan beeld en dan navigatie en dan ga je ook weer hetzelfde scherm krijgen. Misschien nog heel even terugkomen op die RoboBraille. Dus dat je daar onderaan jouw mailadres moet ingeven. En op het moment dat je dat doet, krijg je het bestand geconverteerd naar je keuze dat je hier hebt gezet bovenaan in jouw mailbox dat je kan downloaden. Dat duurt meestal afhankelijk van de grootte van het bestand. Dus je uploadt bijvoorbeeld een PDF. Dat wordt omgezet naar een MP3-bestand, kan je dat doen, naar een Braille-bestand. En op die manier, als je je mailadres opgeeft, ongeveer een uurtje nadien kan je het downloaden. Soms gaat dat sneller, hangt een beetje af van de grootte van het bestand. Misschien ook al bijzeggen dat dit de gewone Acrobat Reader is, dat dat niet de Acrobat Professional of de Writer moet hebben. En dat het dus zit bij voorkeuren en dan bij ons in de Nederlandse versie bij toegankelijkheid. Dus accessibility is toegankelijkheid en dan kan je daar de teksten of de achtergrond van de pagina aanpassen en ook de lettertekst kan je ook de kleur daarvan hier aanpassen.
En dan zie je dat dus een gele achtergrond geworden is. Ondertussen zag ik dat Erika in de chat vroeg van, kan het ook voor wiskundeformules lezen? Ik vermoed dat enkel tekst is, Erika. Ik heb dat niet zelf geprobeerd. Ik vermoed ook dat Inge daar geen ervaring mee heeft, omdat wiskundeformules mogelijk zijn via die tools. We kunnen het wel uiteraard doorvragen aan Alistair. Alistair is een... Helaas dat ze het niet kan, of helaas dat ze het niet weet, dat laat ik nog even in het midden. Maar we kunnen het wel eventueel aan Alistair zelf even doorvragen. We kennen Alistair zeer goed, heeft ook meegewerkt aan ons Future Teacher project, dus vandaar. Ik zal het, de vraag zeker bij hem even leggen en dan laten we weten of het voor wiskunde ook kan. Ik heb hier heel kort nog even samengevat, dus voor Microsoft Word, er kan een kleurverandering, zowel de tekst, uiteraard, dat weten jullie wel, maar dus ook de achtergrond kan aangepast worden. Die paginanavigatie is daar toch ook wel een belangrijke in de overzichtsweergave. De vergroting, die automatisch tekst kan vergroten in de weblayout weergave. Dat je vanaf, en ter straks zei ik vanaf 2016, maar het is vanaf 2010, versie 2010, dat je ingebouwde tekst naar spraak hebt. De leermiddelenplugin, doordat je daar meer weergavemogelijkheden hebt en symboolondersteuning, die is vanaf 2016. Daar gaan we sowieso ook in de volgende twee webinars over ondersteunen van lezen en schrijven dieper op ingaan op die leermiddelenplugin. Als je met Microsoft OneNote werkt, dan is annoteren, knippen en opslaan van webpagina's mogelijkheid met bronverwijzingen. Je kan daar ook een uittreksel maken en een screenshot maken. Je kan synchroniseren tussen apparaten en ook daar zit een leermiddelenplugin vanaf 2016 die ook weer die extra weergave mogelijkheden heeft.
Windows zelf heeft ook de spraakherkenning sinds Windows 10 ingebouwd. En er zijn ook een aantal mogelijkheden per browser afhankelijk. Als je gaat kijken, zijn er heel wat browser-plugins die je kan extra installeren om kleur en contrast te veranderen, tekst die voorlezen. Je kan snelheidsmetingen maken van notities, citaten, een tekst en afbeelding uit elkaar halen. Dat zijn allemaal mogelijkheden om extra zaken te installeren. Je ziet hier aan de rechterkant een kleine weergave van allerlei symbooltjes van die plugins. Vandaag daarin verder gaan zal ons te ver leiden op een uurtje. Dus vandaar wat opgesplitst hebben. Vandaag is het een algemeen stukje. En dieper gaan we in op lezen en schrijven. En dan gaan ook die plugins die hier nu vermeld staan zeker nog een plaats krijgen. Welke zijn het? Hoe gebruik je? Wat gebruik je best voor welke browser? Dus dat komt allemaal in de volgende webinars. Ook voor mobiele telefoons, zowel voor Apple als voor Android telefoons. Zij zijn allemaal ingebouwd tekst naar spraak, uitvergroten, woordvoorspelling, spraakherkenning zit er allemaal ondertussen in. Er zijn ook heel wat blogs. Nu, het zijn wel Engelstalige blogs. Alistair, die er straks ook aan het woord was in het videootje, is accessibility specialist in Engeland en doet daar heel veel onderzoek naar en heeft ook heel veel artikels geschreven en zo verder. Dus hier worden enkele blogspots in de verf gezet, waar je zeker ook nog meer informatie kan vinden. Er zijn ook heel wat aparte programmaatjes. Hij heeft er ook al twee aangehaald in het filmpje. Een andere is bijvoorbeeld ook My Studyboard. Komt ook terug in de volgende webinars, hoe dat juist werkt. Maar ook een hele mooie tool om te gaan gebruiken met leerlingen die toch iets moeilijker hebben. Omdat er heel veel mogelijkheden zijn en als basis op Word en Excel en PowerPoint gebaseerd en dergelijke meer, of op Google gebaseerd, heeft Alistair ook van elk van die mogelijkheden een presentatie gemaakt. Die leermiddelen zijn ook beschikbaar, dus we hebben ze hier allemaal opgesomd. Als je zegt van ik wil meer weten over het inclusief gebruik van PowerPoint, want ik gebruik wel echt veel PowerPoint, zowel in de klas als delen met mijn leerlingen, dan zie je dat je hier, als je op PowerPoint klikt, ik ga het hier even doen, dan gaat er een nieuw scherm open. En natuurlijk precies eventjes, voilà. En dan kan je daar doorlopen, je kan dat vergroten als je dat wenst. En dan gaat daar een hele reeks van mogelijkheden beschikbaar zijn. Het zijn wel Engelstalige bronnen, maar zeker geschikt om dus wat kan je nu echt wel met PowerPoint gaan doen. Hetzelfde bestaat ook voor Word, hetzelfde bestaat ook in algemenere zaken. Hè, bijvoorbeeld rond het samenwerkend leren zit hier ook een mooie bron in. Rond rijke media, het gebruik van video, audio in combinatie met PowerPoint. Ga zeker daar eens op verkenning. Je vindt daar ongelooflijk veel bronnen om zelf te gaan gebruiken. Nu, het verschil maken. Inclusief oefenen is niet moeilijk, maar het gaat om vier pijlers. Documenten toegankelijk maken door er aandacht aan te besteden, dat je erop maakt, de afbeeldingen aan hyperlinks. Hoe gebruik je hyperlinks? Komen we ook in een van de twee volgende sessies bij ondersteunen van schrijven uitgebreider op terug. Presentaties toegankelijk maken is ook een hele belangrijke. Hè. Besteed voldoende aandacht. Als je een schabloon gebruikt, zit dat wel goed in elkaar? Hoe zit het met die kleuren en dergelijke meer? Audio en video toegankelijk, maar ook daar kijken naar tekstsamenvatting of alternatieven. Hè. Er zijn heel wat tools om video te voorzien van ondertitels en zo verder. En toegankelijk lesgeven is aandacht besteden aan het bereik en de aard van betreffende activiteiten, dat je eigenlijk verschillende soorten activiteiten opneemt in je lessen. Ik heb het hier ook nog heel eventjes in het Nederlands samengevat, hetgeen wat Alistair in het filmpje ook zei. Dus het voorbeeld in Word is dat je met de koppen werkt, dat je dan toegankelijker maakt voor mensen die moeilijkheden hebben met teksten te lezen. Ook al bied je ze in PDF aan, de koppen gaan dus mee. Maar ook voor een persoon die met een schermlezer werkt, is dat echt wel een grote hulp als jij de koppen gebruikt. En niet gewoon titeltjes, vet, cursief en zo verder gaat maken, maar echt met de bestaande koppen in Word aan de slag gaat. Wat we ook daarbij gezet hebben, wees
consequent in het gebruik van tekstinformatie, hoe dat je die gaat organiseren, dat mensen direct zien wat is algemene inhoud en wat zijn de verschillende thema's. Blinde leerlingen kunnen het document scannen met een scanreader. Die filtert op die koppen. De slechtste studenten hebben dan de juiste ook mindmapping tools om dan plugins om een document eventueel te exporteren naar een mindmap. Daar bestaan ook verschillende tools voor. Dat is toch zeker een meerwaarde. Hetzelfde ook met PowerPoint. Ik ga het nu niet in detail bekijken. Maar ook daar zijn heel veel mogelijkheden om het inclusief te maken en met video en audio ook. Waar vind je al heel veel informatie in Vlaanderen? En dan straks geef ik het woord aan Inge voor Nederland. Wel op de website Iedereen Telt Mee. Collega Nicolas beheert die website. Nu, schrik niet als die binnen een maand of misschien 2 maanden er totaal anders uitziet. Er is een hele remake aan de gang. Maar op dit moment kan je hier gaan kijken naar collecties. Het gaat er dus iets anders uitzien binnenkort. En de collecties zijn op deze versie nog de brede basiszorg, zorgbeleid en specifieke uitdagingen. Als je dan bijvoorbeeld daar klikt op dyslexie, dan gaat daar een map. En Nicolas maakt hele mooie favoriete mappen aan met allerlei hulpmiddelen, in dit geval rond dyslexie. Dus ga daar zeker ook eens kijken. Voor de mensen die Klassement kennen, zullen zeggen dat is de layout van Klassement. Dat klopt, dat is een deelsite. Maar Nicolas filtert alles heel netjes op allerlei zaken rond inclusief onderwijs. En dat gaat dus nog heel wat uitgebreider worden. Naast Iedereen Telt Mee, is er ook voor de mensen met te maken met inclusief onderwijs, de collega's van Why Not. Zij hebben de website whynot.org. En als je daarop registreert, als zijnde een lid, ik weet niet of jullie de audio meekrijgen, maar op het moment dat ik hier op leden ga staan, krijg je dus leden, wordt voorgelezen, krijg bezoekers, wordt voorgelezen, is een heel inclusieve website. Als je ergens op gaat staan. Nu, er staan al heel veel oefeningen rond allerlei actuele thema's beschikbaar. Als je zegt van, ja, de krant is voor mijn leerlingen moeilijk. Ik geef voor het les in Buzo en ik heb echt wel moeite, maar ik wil toch wel de actualiteit in mijn klas brengen. Als je naar de krant gaat, dan kan je daar voor het nieuws kiezen. En dan kan je daar een actueel onderwerp, bijvoorbeeld gratis trainen in Vlaanderen. En dan wordt het stukje tekst ook voorgelezen. Dus op die manier proberen zij de actualiteit, maar ook veel meer andere thema's, tot in de klasse te brengen. Je kan dat gebruiken op deze manier zoals ik het nu doe. Je kan ook met de collega's Tony en Nancy contact opnemen. En dan kan je voor je klas een aparte ruimte maken waar je met je leerlingen ook kan communiceren. Daar kunnen chatruimtes opengezet worden tussen leerlingen en zo verder. En we hebben ook gezien in de voorbije maanden dat er heel veel communicatie mogelijk was door die chatfuncties heel regelmatig open te zetten met klasgroepen die moeilijk toegankelijker waren. Dus dat is zeker ook een aanvullende website dat je kan bezoeken. En dan geef ik heel graag het woord aan Inge, die ons wat meer gaat vertellen over de regelgeving. Ja, horen jullie mij goed? Ja hoor. Oké. Ik ga heel kort iets vertellen over de regelgeving, want dat is op zich een stuk minder interessant dan hoe je het nou eigenlijk allemaal moet doen, wat jij allemaal hebt verteld. Maar er is wel wat aan de hand. In die wet en regelgeving, en dat geldt voor zowel Nederland als voor Vlaanderen, daar zijn een aantal wetten en richtlijnen de afgelopen jaren beschikbaar gesteld. En die zijn al behoorlijk oud, bijvoorbeeld het VN-verdrag handicap. Dat wordt volgens mij in Vlaanderen al, ik weet niet, het staat op de website, maar al enkele jaren wordt dat, sinds 2009 is dat al in België, wordt dat gehanteerd. Maar in ieder geval die wetgeving, dus die Europese richtlijn en dat VN-verdrag handicap, die liggen eronder in wat je nou eigenlijk allemaal moet doen als organisatie, vooral als overheidsorganisatie, om te zorgen dat al je materialen die je beschikbaar stelt aan je studenten en deelnemers toegankelijk zijn. En het vreemde is dat dat eigenlijk heel erg onbekend is.
Want vanaf 23 september dit jaar moeten alle websites en mobiele apps en content in principe toegankelijk zijn voor iedereen. En dat betekent ook dat je als organisatie een toegankelijkheidsverklaring moet hebben op je website, of in ieder geval waarin je aangeeft wat er al wel toegankelijk is en wat niet. Ik ga dit allemaal niet voorlezen, maar vind je dit interessant? Kijk hier dan eens en vraag ook eens na aan je management bijvoorbeeld, van goh, hoe zit dat eigenlijk bij onze organisatie? Gaan we even naar de toegankelijkheidsscan. Dat was de laatste. Oh. Eentje terug. Wat je zelf ook zou kunnen doen, en dan klik maar eens op die HTTPS, ja, die. Er zijn ook allerlei tools om te kijken, en dit gaat dan over de website. Vul er maar eens een website in. Er zijn allerlei tools, en er staat daar nog een link die je kunt gebruiken, om eens te checken hoe staat dat er nou eigenlijk voor. En zo'n digitale tool die gaat bijvoorbeeld kijken, heb ik die kopteksten? Heb ik het goed gedaan met kleuren? Is dat verschil contrast groot genoeg? En deze, bijvoorbeeld de Tolnet website, nou die in principe, die wordt dus getoetst aan de WCAG 2.1AA. En daar moet je website of je content ook aan voldoen. Nou, hier zijn dus een aantal dingen nog niet helemaal goed. En het kan dus zijn dus, dat inderdaad bij die rode kruisjes, dat een link, dat als je dan met een screenreader overheen gaat, of in zo'n mindmap ervan maakt, dat je dus niet ziet wat het is. En dit is handig om een keer gewoon voor jezelf te testen. Ook vooral als je, stel je voor dat je wil je management overtuigen van goh, we moeten daar meer aandacht aan besteden binnen onze organisatie. Dan kun je deze tools gebruiken om je een beetje voor te bereiden. En dan kunnen we terug naar het leerobject. Ja, hij blijft even. Ja, voilà. Hij komt terug. Je ziet eronder, daar hoef je niet op te klikken hoor, maar er zijn nog meer handige tools bij inclusief publiceren. Handige links. Daar kun je ook allerlei andere dingen controleren. Want zo'n scan doet natuurlijk niet alles. Dan gaan we naar de volgende pagina. Er moet eentje terug, denk ik. Ja. Zoals je weet gebruiken wij veel Xetten en werken we veel met Xetten. En is er de afgelopen weken ook heel hard gewerkt aan zo'n toegankelijkheidsverklaring. En een uitleg over wat wij allemaal doen op het gebied van accessibility, toegankelijkheid in Xetten. En Alistair, waar Katrine net ook al over had, die was vroeger van JISC, maar dat is nu echt een accessibility expert. En die is daar ook bij betrokken en die heeft hier ook aan meegewerkt. Dus als je het interessant vindt van hoe ziet nou zo'n toegankelijkheidsverklaring eruit. Dit is een hele uitgebreide hoor. Dan kun je deze links volgen en hier eens kijken. Hij is er nog in het Engels, maar Katrien, ik ga jou vragen om mij te helpen om het ook in het Nederlands te vertalen. Binnenkort. Ik voelde de vraag komen, Inge. Dus. Exact. En dan wil ik even afsluiten met een aantal misverstanden. Want zoals ik al zei, die regelgeving die is er al eventjes. En op een gegeven moment was er heel erg veel onduidelijkheid of onderwijs nou wel of niet mee telde in al die regelgeving. En toen is er gezegd dat onderwijs nog even wat meer tijd had. En sowieso is er wat onduidelijkheid over al die regelgeving. En ik heb hier een aantal misverstanden op een rij gezet. Er zijn organisaties die zeggen, ja, maar we doen wel voor zoveel mogelijk eraan. Maar dat is eigenlijk niet goed genoeg. Je moet er aan voldoen. En als je er niet aan voldoet, dan moet je aangeven waarom je er niet aan voldoet. Wanneer je er dan wel aan voldoet. Dus je moet dat wel, het kan zijn dat je er nog niet aan voldoet. Maar dat moet wel allemaal te zien zijn. Dat het altijd duur is. Ja, het klopt dat het duur is. Maar als je alles straks achteraf, als je nu gewoon doorgaat zoals je onder die toegankelijkheid in te bouwen. Als je dan achteraf dat allemaal moet repareren, dan is het nog veel duurder dan dat je het nu ook daadwerkelijk gaat inbouwen in je processen. Dit werkt niet voor onze organisatie en er is geen budget voor. Er zal dus toch ook vanuit management geld gereserveerd moeten worden voor dit soort dingen. En daar heerst ook het idee van met een tool of een knop kun je de website toegankelijk maken. Je hebt al eens van die tooltjes en dan kun je zeggen van maak het de letters groter of al die tools die
de Alistair gebruikt. Dat klopt, maar dat is niet voldoende. Er is veel meer wat je kunt doen, wat Katrien al vertelde, hè, met die afbeeldingen. En daar een goede titel aan meegeven. Video's ondertitelen, allemaal dat soort dingen. Dus er is veel meer dan alleen maar een toeltje of een knop die je dan toe moet voegen. Dit is ook wel een mooie. Er zijn organisaties die zeggen, ja, maar we willen eerst dat iedereen die geen beperking heeft, het kan gebruiken. En dat is eigenlijk ook een verkeerde insteek vanuit die richtlijn gezien. Want die zeggen, ja, maar iedereen moet toegang hebben. En als je kijkt in Nederland bijvoorbeeld, daar zijn 4,5 miljoen mensen met een vorm van beperking. En dat gaat dan van echt mensen die helemaal blind zijn, tot mensen die dyslexie hebben. Dus daar zit wel de hele reeks tussen. Maar dat is best wel een hele grote groep. En ik heb zitten zoeken voor Vlaanderen. Ik kwam daar ergens 700.000 tegen. Maar ik vermoed dat dat de mensen zijn met een goede zichtbare beperking, zeg maar. En zitten daar nog niet de mensen bij die laaggeletterd zijn of dyslexie, dyscalculie hebben. En het laatste is over die tools, maar daar hadden we het net al over. Je kunt zo'n tool gebruiken, maar je moet ook zelf zicht hebben op waar moet ik daar aan voldoen. En dat zul je toch echt handmatig moeten doen. En er zijn organisaties die je daarbij kunnen ondersteunen. Maar je kunt zelf ook al heel veel doen. En dan wil ik even afsluiten met een, ik weet niet of jullie dat meegekregen hebben, met een rechtszaak die er heeft plaatsgevonden in Amerika. En dat was bij Domino's. En daar heeft uiteindelijk ook echt een klant heeft een rechtszaak aangespannen tegen Domino's, omdat hij niet via een website kon bestellen, omdat hij een beperking had. Nou ging op internet rond dat die website of dat die rechtszaak gewonnen zou zijn. Maar ik begreep dat het dat Domino's zeg maar een waarschuwing heeft gekregen dat ze moeten gaan aanpassen. Maar dit soort dingen ga je natuurlijk wel steeds meer krijgen straks. Dus het is echt, naast dat het goed is dat je gewoon zorgt dat al je materialen toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk deelnemers, is het ook goed om het gewoon even goed in te bouwen in heel je procedures. Dat is wat ik wou zeggen, Katrien, ook over de wet en regelgeving hierover. Er waren ook een aantal vragen vooraf binnengekomen. Dus iemand die vooraf ons liet weten van ik ben werkzaam in een behandelcentrum voor kinderen tussen 4 en 18 met verstandelijke beperking. En voor die kinderen die het aanbod of de organisatie binnen het speciaal onderwijs niet aankunnen, verzorgt zij of hij samen met een andere collega onderwijs op maat. En ze zoeken eigenlijk naar ervaringsuitwisseling. Uiteraard kan dat hier, zeker als je straks de microfoons kunt openzetten. Maar eventueel is het ook mogelijk om een eigen ervaring, een artikeltje of een video te maken en die te delen. Die mag je gerust delen op Klassement, ook al ben je uit Nederland. Wij juichen ook toe dat in Nederland Klassement meer en meer gekend en gebruikt wordt. Dus ga gerust jouw gang en dan kan collega Nicolas het ook opnemen en daar ook wel zijn zaken aan toevoegen en trefwoorden geven. En dan zullen er ook wel andere collega's gaan antwoorden met hun ervaringen. Dat zal een eerste stap kunnen zijn. Zoals gezegd is ook de bedoeling om de website, iedereen telt mee, die Nicolas ook onder zijn hoede heeft, te herwerken. En hij denkt er ook aan om een soort van plekje te voorzien voor ervaringsuitwisseling om in contact te komen met andere mensen. Maar dat is nog toekomstmuziek. Dat moet eerst nog voorzien worden door onze programmeurs. Dan een tweede is, ouders verwachten steeds meer en meer. Ik maak nu al video's of filmpjes, vooral mijn theorieles wiskunde, maar dat is een hele klus, hè, dat kan ik wel voorstellen ook. Het is ook zo dat collega's daar niet dikwijls voor staan te springen om dat ook te gaan doen of mee te gaan doen. Dus de collega in, op zich is op zoek naar samenwerking van wat is er al, wat kunnen we gaan doen en naar menselijke oplossingen en dergelijke. Nu, voor wiskunde bestaat er ook al heel veel. Het is natuurlijk wel te zien in welke richting en welke jaren dat je les geeft. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de website Free Whisky voor het secundair onderwijs. Is ook een leerkracht wiskunde die van allerlei filmpjes maakt en die online zet, zowel op YouTube als op Free Whisky. Het alternatief in Nederland, de Wiskunde Academie doet ongeveer hetzelfde.
Dus die filmpjes zijn ook beschikbaar. Er is ook heel wat materiaal dat gedeeld is op Klassement. Nu, als je op dat linkje klikt, dan kom je ook al rechtstreeks bij de gefilterde materialen. Dus dan staat er ook al heel wat video's op. Erika bijvoorbeeld zie ik nu heel veel verschijnen. Ik denk dat alleen Erika is die. Nicolas heeft vanmorgen voor mij de link doorgegeven. Ik zie dat Erika hier in de sessie zit. Dus denk ik ook wel eens fijn voor haar als ze ziet dat we het ook als voorbeeld gebruiken. Dus er zijn wel materialen, maar inderdaad, het zijn dikwijls dezelfde mensen die dingen opladen. Wij hopen natuurlijk dat daar veranderingen komt en dat mensen ook gaan meer en meer openstaan om dat te delen. Er zijn er ook anderen hoor, Erika, want ik zie dat ze zet in de chat. Ik heb er alleen van mezelf gevonden. Er zijn er ook van... Ik had hem er juist hier, een Peter. Nee, Tom Kreugel heeft er ook een aantal. Dus er zijn er wel een aantal die materialen online zetten. Maar het is misschien inderdaad wel te zien welke richtgraad het is. Maar er is ook pas een nieuwe deelsite gelanceerd, net voor de grote vakantie. Dus als je hier op deelsites gaat kijken bij Klassement, is er ook eentje geïnstalleerd voor InnoVet. Daar zit ook een deel wiskunde in. Die moet nog volop gepromoot worden, dus we hopen ook via die weg dat er wel wat materiaal extra komt. Maar daar ligt meer de focus op BSO en TSO bij die deelsite. Een andere is ja, video's inderdaad zelf maken, maar dat doe je dus al. Er zijn wat technieken om dat sneller te doen. En dat je niet 2 uur doet over een filmpje, maar dat het veel sneller kan. Dat vind je ook wat materialen hier. Nu, daar ook een oproep op, ja, deel met elkaar. Heb je materiaal, ga niet denken van oei, dat is niet goed. Gaan mensen het niet leuk vinden. Deel het. Mensen kunnen het gebruiken, kunnen tips geven, je kan je eigen materialen verbeteren en zo verder. Dus schroom vooral niet om je lesmateriaal te delen. Daar ben ik vergeten het antwoord bij te zetten. Een andere vraag die binnenkwam was van, ja, welke rol kunnen logopedisten spelen? Ook daar is een, ik zal het nog toevoegen in de presentatie, want ik had het, denk ik, het vergeten op te slaan ben. Ook daar hebben we heel wat materiaal beschikbaar voor logopedisten. Er is een themapagina die daarvoor gemaakt is, voor hen te ondersteunen, door collega Tina. En ook Iedereen Telt Mee gaat ook een focus hebben op de nieuwe website, en althans voor logopedisten. Dus nog heel even wachten totdat die er is. We zijn bezig met het vormgeven van de nieuwe website daaromtrent. Dus dat was ook een vraag die vooraf was binnengekomen. Als er andere vragen zijn, zet ze ondertussen gerust in de chatbox. Ik ga jullie ook het linkje geven om de sessie van vandaag te evalueren.